Goed, we gaan het schroefje van de motormount vervangen voor een Markobulus schroefje. Ik heb hier de motormount en het schroefje erop. Zorg ervoor dat op een gegeven moment, als de Montana erin zit, dit niet meer terug kan vallen. Maar dat hij alleen maar dicht vastgeschroefd zit. Ja. We hoeven de kabel niet echt te verwijderen, maar ik vind het altijd wel makkelijk, want dan heb ik wat meer ruimte. De voedingskabel kan er vrij eenvoudig af. Als de Montana erin zit, dan gaat het rubberkapje hier achterin. Dat laten we even los. En het enige wat we hoeven te doen, zijn deze twee schroefjes los te maken. Ik gebruik daar even een normaal schroefdraadje voor. Ik heb niet zulke kleine Torx in huis. Maar zo. En hier komt dit nu mee los te liggen. Ik kan hem er zo uitdrukken. En daarna kan ik hem weer uit. Prima. Deze leg ik weg, want die heb ik op dit moment niet meer nodig. De motormount. Als er nog een rammount op zit, dan zit die vaak hierop vast. Die moet er echt af. Ja, die zit vaak met dit soort groeven vast. Het ringetje. Die heb ik er alvast afgehaald. Dat scheelt dan weer wat tijd. Om dan nu de achterkant eraf te halen, moeten we 6 schroefjes loshalen. En hier in het midden. Deze 4 zijn bij mij al uit. Die liggen hierachter klaar. En ik pak mijn kruisschroevendraadje. En ik draai deze eruit. Die zit niet al te vast. Zo. Die pak ik eruit. Als het niet lukt met de vingers, dan kunnen we hem even omdraaien. En ik kan nu vrij eenvoudig de achterkant eraf halen. Ja, ik pak hem hier beter aan de zijkant. Ik trek hem er zo af. En ik leg hem opzij. Hop. Dat gaat nu al heel snel. En dit is iets te snel. Kom, veertje. Deze zit hier. En zo. En samen met het veertje. Ik zorg ervoor dat hij netjes terugveert. Dit is wel een wegspringertje. Normaal is het voldoende om hem een beetje rustig met de vinger erop eraf te halen. Ja, ik zal hem nog een keer voordoen. Als deze op zijn plaats zit. Het veertje zit op zijn plaats. Zo. Dan is de achterkant eraf. Dan kan ik eenvoudig deze omhoog halen. Veertje erbij. En die leg ik opzij. Hier zit ook een veertje. Hij zit bij mij al wat los. Maar ik moet hem eventjes naar mij toe halen. Ja, normaal helemaal naar achteren, trek hem naar mij toe. Ik haal hem er niet uit, maar ik laat hem gewoon zitten. Nu kan ik deze rustig aan naar voren duwen en een klein beetje achterover kantelen. Zo. En trek hem eruit. Dit veertje blijft zitten. Ik heb hem nu zo ver uit elkaar gehaald dat ik het schroefje zie. Het schroefje zit vast met een borgringetje. Ja, dus hierin zit het borgringetje. En dat borgringetje, dat moet ik er nu uithalen. Ik zorg in ieder geval voor dat het schroefje aan de bovenkant staat en dat het borgringetje even gedraaid wordt, zodat ik hem er het meest makkelijk uit kan halen. Ja, dus het borgringetje ligt nu met zijn rug die kant op. Ik leg hem op tafel, schroefdraaier er tussen en hij moet er vrij makkelijk uitgaan. Kijk, daar komt hij al. Hier is het borgringetje. Die leg ik opzij. En wat ik nu moet doen is het schroefje eruit draaien. Ik ondersteun het schroefje met een staafje, zodat ik hem goed naar boven duw. Ik pak in dit geval een gewone schroefdraaier. Passende Torx is natuurlijk ook goed. Zo, totdat hij eenmaal in het plastic zit gedraaid, dan heb ik deze niet meer nodig. Ik kan hem nu gewoon uitdraaien. Hieronder zit ook weer een veertje met een brede kant naar onder en een smalle kant naar boven. Die laat ik gewoon netjes liggen. Dit schroefje heb ik niet meer nodig. Ik pak het nieuwe schroefje. Ik doe het veertje eromheen. Ja, zodat het veertje er weer omheen zit. En dan rustig gaan even voelen waar de schroefdraad begint. Recht erop zetten.
en dan weer aandraaien. En dat gaat soms wel eens een beetje zwaarder, want deze is helemaal nieuw. Zo, hij zit er nu netjes doorheen. Nu komt eigenlijk het meest lastige, want ik moet dit borgveertje weer terugzetten. Dus ik laat hem er achter vallen en ik ga voorzichtig met mijn schroevendraaier aan de slag totdat hij er goed om achter ligt. Ja, bijna. En dit is altijd een klusje. Ik druk ondertussen met mijn vinger aan de onderkant hem eventjes aan. Even iets meer ruimte maken. Lukt het niet, gooi hem nog een keertje uit. En zo. Kijk, nu ligt hij er al een beetje omheen. Ik pak mijn iets grotere schroevendraaier en ik druk hem eromheen. Hop. Ik druk hem er normaal omheen. Dit is dus echt een mooi klusje. Pas ging het in één keer. Nee, het ligt niet goed. Ja, als hij helemaal verkeerd ligt, dan wordt het lastig. Zo, je moet hem net even zien te draaien. Kijk, nu ligt hij goed. Ik heb nog steeds mijn vinger aan de onderkant. Zo, en ik ga hem nu op zijn plaats drukken. Klik, en hij zit nu netjes op zijn plaats gedrukt. Helemaal goed. Dus ik ga het nog even een keertje aanduwen. Nee, dat is helemaal goed. Ik heb mijn nieuwe schroef gemonteerd. En ik kan hem weer in elkaar zetten. Hier met de kant van de veer. En deze kant. En een klein beetje er zo op. Schuin opzetten. Zodat het plastic erachter haakt. Ploep. En hij valt op zijn plaats. Ja, soms gaat het wat stroeven. Nu moet ik deze veer terugzetten naar achteren. Hij springt meestal er niet zomaar uit. Ik druk met de schroevendraaier en de veer een beetje in, zodat hij helemaal naar achteren leunt. Nu zit hij er goed in. Zo kun je het zien. En hij veert nu ook. Ja. Indrukken, hij veert nu ook. Dan hebben we deze. Het veertje haal ik er even af. De vierkante puntjes met de gaatjes erin, die gaan naar beneden. Ik leg hem er op. Zo, dat dit netjes aansluit. Ik pak het veertje. Ik zet hem om het rondje heen hierachter. En even met de vinger erin wrijven. Als ik nu mijn vinger hierop houd, zorg dat hij niet meer wegspringt, dan kan ik hem even testen. En dan zie je. Hij werkt. Goed. Ik pak de achterkant. En die laat ik er hier invallen. Ja, dus ik moet hem een beetje erin steken. Erin vallen. Hij valt op zijn plaats. Als ik nu met mijn vinger vastpak, dan kan ik deze netjes aandraaien. Ja, dit gaat al helemaal goed. Die zit nu vast. En als ik hem losdraai, dan kan ik hem weer omhoog doen. Ik ben nu zover dat ik de achterschroefjes er weer in kan schroeven. De RAM mount erop kan zetten. En uiteindelijk de voedingskabel er weer kan inzetten. Ja, dus ik schroef in ieder geval twee schroefjes vast. Zo. Niet te vast draaien, want dan draai je het echt helemaal kapot. Vast is vast. Heb je twijfel, dan kun je er altijd nog secondenlijm tussen doen. Of nog beter Loctite. Ik doe dit gewoon netjes droog op elkaar. En de motormount is voorzien van het Makaboele schroefje. Als je de motormount erop zet, dan zitten de contactpuntjes. Moet die even netjes in de oogjes vallen. Klik. Die duwen we even naar beneden. Ja. Schroefje erop. En ik heb op dat moment een Montana die makkelijk goed te bevestigen is.
waar we niet meer bang hoeven te zijn dat hij losrammelt. Op wat voor manier dan ook.